Ik ga vandaag naar een plek waar je de marine echt kunt beleven, namelijk naar het Marine Museum in Den Helder. En daarvoor moet ik dus wel eventjes met de boot over, maar vanaf de veerhaven in Den Helder is nog maar 5 minuutjes lopen en dan ben je er al. Als je de Teesel afloopt, dan kun je het Marine Museum al zien. Het is na een paar honderd meter aan de linkerkant. Dit is hem dus, de tonijn, de onderzeeboot die je hier kunt bekijken. Hij valt ook echt meteen op als je hier aankomt. En echt bizar hoe groot hij is. Ik sta hier met Tom. Tom, u werkte vroeger in deze onderzeeër. Ja, er zijn wel meer onderzeeboten die op het land staan, bij musea's, Amerika, Frankrijk, Duitsland. Maar deze is uniek omdat hij nog helemaal in de oude staat is. We vragen meestal als ouders met kinderen komen zo van, hey, wil je eens een bed uitproberen? Nou, die kinderen die meestal kruipen ze erin. En dan is onze vrij vragen ook, moeders, jij er ook in? Ja. Nou, meestal wel. Zo. Ja. Zo. We hebben het overleefd. Hartstikke leuk. En wij voeren voornamelijk in de Koude Oorlog, hè. Het inlichtingen verzamelen, spionage. Maar dan op de Sovjet, op de onderzeeboten. Wow, een hele mooie tentoonstelling hier is het eerbetoon aan de Wervianen. Wervianen waren mannen uit Den Helder die de hele dag hard aan het werk waren om schepen te onderhouden. En daardoor is Den Helder ook echt uitgegroeid tot een marinestad. Oh, u bent hier op de brug van het voormalig fregat De Ruiter. En hier kan je zelf de knoppen besturen van echt een gigantisch schip. Super tof. Dit zijn allemaal radarcontacten hier. En u bent zelf hier in het middelpunt. Dat is het schip zelf. Dus een peiling, afstand en hoogte worden in één keer gemeten. Al die interactieve dingen die je kunt doen zijn echt heel erg leuk voor jong en oud. De mensen die hier allemaal rondlopen, die hebben vaak ook zelf op de schepen en alles gewerkt. Dus die kunnen er ook echt alles over vertellen. Heel interessant. Daarnaast worden dus ook voor kinderen ontzettend veel leuke dingen georganiseerd. Zoals speurtochten door het museum. Dat kan je bezoekje dus ook nog eens heel spannend maken. En er is nog veel meer te zien dan dat ik in deze video heb laten zien. Dus wil je meer informatie, kijk dan even op de website van het Marine Museum. Ik ga weer lekker met de boot naar huis. Hij ligt al bijna klaar. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.